Vaco Gamers, Les hier. Welkom terug hier in mijn veel te duur huisje in de... In de heuvels van Hollywood. Wij gaan gezellig een gun game spelen met z'n tweeën. En we gaan een kogel door onze kop krijgen. Dat doet zeer. Ah, slechte start. We gaan nu goed beginnen. Dat heb ik eventjes met mezelf afgesproken. Kom hier, vriend. You must die. Hij pakt mijn kill. Wat een flauwrek. Zo, die is van mij. Ha! Lummel. Beetje mijn kills jat, hè? Wat doe je nou, vriend? Kom dan. Arr, kantrukentje van links. Dat is oneerlijk. Hij mag niet van links komen. We zijn die potverdorie niet in Engeland. We zijn in Nederland, hè? Dan moeten we altijd van rechts komen. En rechts heeft altijd voorrang. Wat wil je nou, vriend? Hè? Schiet die mee in mijn rug, die held. Wat een lutser, je. Oh god, nee, niet dit ding. Alsjeblieft, niet dit ding. Wat een rampengun is dit, zeg. Ah, die shotgun al. Not lief. Not lief. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon gele auto's opblazen. Fuck it. Dat moet niet winnen. Maar ik wil deze gele auto in ieder geval opgeblazen hebben. Dan heb ik in ieder geval dat gedaan. Ja, bijna. Hitman. Wegenbeent is hij het wacht om die auto op te blazen. I'm gonna get... Mijn gele auto, biatch. Kom hier. Ik wilde hem knijven. Ik wilde even Ronald naspelen. Ik wilde hem gewoon even een knijf in zijn nek jagen. Ja, nou. Dit gaat hem dus niet worden. Ik ga gewoon etteren. Ik ga knijven, dat is leuk. Ik ga gewoon mensen pesten, mensen een beetje irriteren. Een beetje knijven. Bijna. Ah, nee! Hij schoot op die ander. Hij schoot helemaal niet op mij. Wat flauw. Wat een flauw rotspelletje is dit er af en toe. Ja, kijk, waarom ik verlies, er zitten dus gewoon echt drie mensen met het hoogste level in. Daar heb ik dus echt totaal geen kans tegen, hè. Dat is een beetje oneerlijk. Dat is een beetje alsof je het eerste van Ajax tegen het zesde van FC Schubbekutteveen... Ja, lekker voor je. Tegen het derde van Schubbekutteveen laat voetballen. Beetje hetzelfde niveau, weet je wel. De pro's tegen de niet-pro's. Dat is gemeen. Dat doen we niet. Ik wil gewoon alleen maar die gasten knijven. Dat kan ik wel. Ja. Tenzij ze erachter gaan staan. Het glitchje. Doet de King ook mee in dit spelletje of zo? King, jij mag alleen maar op je Xbox gamen, vriend. Dat is namelijk het enige wat je goed kan. Hoppa. Ja, gaat hij liggen. Het is het strand van Atla niet. Op het strand van Atla mag je liggen. Zullen we dat afspreken? Hier mag dat niet. Gaat hij weer... Hoe deed hij dat? Hoe deed hij dat? Dat wil ik ook. Oh, wacht, hij had natuurlijk die bezoeken al je. Zij zijn namelijk wel goed in dit spelletje. Oh, weer een kogel voor mijn bakkers. Ik kan dit spelletje niet. Weet je wat ik ga doen? Ik ga de volgende keer. Ga ik alleen maar lopen knijven. Ga ik Ronald spelen. Ga ik alleen maar mensen een knijf in hun nek jagen. Puur om ze te irriteren, puur om ze te etteren. Als zij mij etteren en mij irriteren, dan mag ik hen irriteren. Ah. 190, wat zijn die gasten mee bezig, joh? Wat hebben ze gegeten? Hebben ze een soort power-up pap gegeten? Ik kan hier toch helemaal niet tegenop. Oh, hij heeft die mes al. Daar is degene die nummer 1 staat. Ja, dat hadden we ook best wel dik kunnen verwachten. Ben ik laatste? Ja, ik ben laatste. Hey, goed gedaan, Lars. Ik ben wel de enige met een stab, zie je dat? Ik ben de enige die iemand geknifed heeft. Zullen we dat dan maar als positief beschouwen? Vaco Gamers, doe even een goed duimpje. Als je zin hebt in meer Black Ops 2, terwijl deze game om ontiegelijk gaat laggen. Ik zie jullie de volgende keer weer terug. Ik ga dan alleen maar lekker lopen knifen. Puur om te etteren. Doe jullie even dat groene duimpje. Ik hoop dat er een heleboel te zien zijn. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij meer Black Ops 2 hier op Vaco Games. Mazzel!